In Haaksbergen ligt nu een mooie bootcamproute. Wat is dat precies? De bootcamproute is een route in de openbare ruimte, dus kan iedereen gebruiken. En dan kun je een ronde van bijna 4 kilometer kun je hardlopend doen. En onderweg staan allemaal verschillende toestellen die je kunt doen op verschillende niveaus. Jullie als atletiekvereniging in Haaksbergen hebben dit gerealiseerd. Waarom? Dit vinden wij een heel mooi onderdeel en wij zochten zelf een ronde om wat oefeningen te gaan doen. En wij dachten eerst op het terrein van AVA zelf, maar ja, er staat een hek omheen. En wij zouden het heel mooi vinden als iedereen er gebruik van kan maken. En daarom hebben we gekeken van wat kan er op het mooie Parkschool te Hagen gerealiseerd worden. We hebben in totaal 19 toestellen neergezet, verdeeld over 12 plekken. En waar we hier nu staan, ik weet niet of het soms te zien is op beeld, maar het zijn dus 2 toestellen op 1 plek. Ja, omdat we heel graag de mensen in beweging willen zien te krijgen. We wilden heel graag buiten het terrein van de atletiekvereniging een soort van route hebben waar mensen dus op kunnen bewegen. Een hele mooie toevoeging aan dit park, Parkschool te Hagen, maar ook aan Haaksbergen en om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Hoe groot is die route? Bijna 4 kilometer. Dat is dan best een route. Dat is een beste route. Hij bestaat ook uit 2 lussen, dus je zou ook een lus kunnen doen. Maar sommigen doen hem ook 2 keer, dus voor alle niveaus is er wel wat te beleven. Hoe hebben jullie dit kunnen financieren? Dat hebben we gedaan met behulp van LEADER. LEADER is een instantie die subsidies verleent, die dus ook heel erg geënt zijn op het maatschappelijke, de verbinding en het buitengebeuren. En ook nog tezamen met heel veel sponsoren in en rondom Haaksbergen. Vandaag maken we instructievideo's, want wij weten misschien wel hoe we de oefeningen moeten doen, maar voor sommigen is dat niet duidelijk. En daarom maken we op de website instructievideo's en kunnen mensen dus zien welke oefeningen je kan doen. Dat doen we op 3 niveaus, op basis, gevorderd en expert. En die kunnen de mensen dus van tevoren bekijken, maar ze kunnen ook de QR-code op de borden scannen om als ze bij het toestel staan te kijken van wat is er eigenlijk mogelijk. Wij zochten wat uitdaging en wat ik al zei, op de openbare ruimte en dat iedereen daar gebruik van kan maken. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen. Als mensen meer informatie over dit willen, waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen op de website van de bootcamproute kunnen ze terecht. Ze kunnen op de website van Schot Hagen kunnen ze terecht. Op de website van de atletiekvereniging kunnen ze terecht. Ja, en uiteindelijk liefst naar het park toe zelf. En daar kunnen ze terecht om het te gaan doen. Heel veel succes. Dankjewel.